zit heerlijk op een bankje hier. Lekker uitzicht op een heel groot grasveld. En wat ben jij leuk? En mijn moeder en die vindt je ook wel, denk ik, leuk. Ja, zo gaat het op een moment ook heel snel. Dan applaudisseren we met z'n allen naar René Ilversma. Gaat bijna rechtstandig omhoog. Geeft voldoende lift om tussen de Hintelukbonden door te gaan. Goedemiddag allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 28 juli 2023 en het is 1:30. Ja, precies dat. Heerlijk. En ik sta, zoals altijd, als ik in Den Helder ben, eigenlijk bijna altijd op de dijk. En we moeten eens kijken wat helder het vandaag is. Het is echt knijterhelder. Moet je eens kijken hoe mooi het is. Je kan zo ver kijken. En er is ook wat in de lucht. Ja, precies dat. Ik weet niet eens of ik hem in beeld heb. Want ik zie het niet eens. Maar dat maakt niet uit. Het is wel heel mooi helder. Dus dat. En ja, ik ga zo meteen mama ophalen, want we gaan ergens weer naartoe vandaag. Maar dat gaan jullie vanavond helemaal zien. Maar het wordt wel vandaag weer een super toffe, leuke vlog. Dus heb je er nu al zin in? Ik zou zeggen, abonneer even en doe het duimpje alvast omhoog. Ik zit dus in de auto. Ja. Helemaal geweldig, helemaal top. En ik ben net ergens geweest. Vond ik gewoon even leuk. Ik zal even een raampje open doen. Het is hier stervenswarm. Dus ik ga nu eerst even lekker broodje eten. Oh, er zit wel heel erg veel saus op. Nee. Maar we gaan even proeven. Het is droger. Dit is niet vers gemaakt. Nee. Het is ook niet warm. Beetje kouwig. Zo droog heb ik hem niet eerder gehad nog. Nee. Man. Wat zeg ik? Zo droog heb ik hem nog niet eerder gehad. Nee. Maar ik merk wel. Als hij droog is, vult hij wel een stuk beter. Maar oké. Toch wel lekker. Maar hij is wel droog. En dat dan weer wel. Hij is lekker, maar hij is droog. Ja. Maar het maakt niet uit. Ik krijg wat in mijn handen geschoven. Dat is dit. Ja, precies. Dus ik ga hem even openmaken. Samen met jullie. Ja. Dat is dit idee. Hola die heen. Ik weet niet wat het is. Want ik heb het van mama gekregen. Hoe toevallig. Alvast een kleinigheidje voor mijn verjaardag. En ik ben nog niet eens jarig, ja. Ja. En ik wil eigenlijk niet eens mijn verjaardag vieren, zou ik dat eens zeggen. Ja, ook dat. Moeders heeft het weer goed vastgeplakt. Maar dat is mama. Ja, dat is gewoon weer mama. Ja, en ik mag niet open scheuren, want dan krijg ik gelijk een tets omhoog. Hè. Dus dat zullen we maar ook niet doen. Nee. Kijk, het gewoon zo. Dat is het idee. Ik zie nog helemaal niks. Tjuk. Daar. Eens even kijken. Dit is... Even kijken. Waarvoor is dat? Is waarschijnlijk voor mijn... Nederlands.
met paint, regen kunt u eenvoudig en snel krassen op uw voertuig verwijderen. Kijk, dat is mooi. Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak helemaal goed schoon en droog is. Nou, dat gaat wel gebeuren, hoor. Dank u, man. Dank u wel. Dank u wel. Graag gedaan. Dus, deze is weer voor in de pocket. Daar naartoe. Helemaal goud. Dat is nou een mooie fiets. Een mooie fatbike, toch? Ja, maar die hoor je ook niet. Jawel, jawel. Die hoor je wel. De banden hoor je. Maar oké, okay. Jongens, wij gaan lekker van tussen. Hé, man? Ja. Maar waar naartoe? Dat weten ze nog bij mij lekker niet. Bij mij ook niet. Dat is heel mooi. Dus ja, ik zou zeggen, drop uw telefoon mooi daar. Dat is leuk. Uw telefoon mooi daar droppen. Even uit het hoesje halen. Wat is dat nog? Ja, dat is dat nog. Dat is mooi. Even kijken of het lukt namelijk. Niets. Yes, zo. En dan kan die zo. Zo, we hebben twee telefoons daar. Hartstikke mooi. Check. Kijk. Handig, hè? Telefoons daar. Ideaal. Zo. Kijk. En dan doe ik hem aan. En dan gaat hij ook alle twee aan als het goed is. Als het goed is. Ja, kijk. Handig, hè? Zo, hè? Ja, dat is heel erg handig. Toegang. Gewoon, mama, iedere keer weigeren. Weigeren, weigeren. Want anders krijg ik namelijk uw contacten. Kijk, als ik dus hier naartoe ga, hier. En als u dus op toestaan drukt, dan krijg ik dus ook al uw contacten hierin. En dat moet maar niet, hè? Nee. Dus, jongens, wij gaan er nu van tussen. En toen reden we dus alweer hier. En ik heb een mooie witte auto achter mijn neus. Nou, niet achter mijn huis, maar achter me, ja. Ook heel. Ja. Nou, die witte auto maar eerst even lekker inhalen. Helemaal goud. Ja, doe maar. Komt u maar. Kom maar. Kom maar. Hi. Hi. Met de Skoda nog wel. Ja, en waar zijn we alweer? Ja, 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 ja. Ja, ik weet niet of jullie het al begrijpen waar we naartoe gaan. Maar als wij het maar begrijpen, en daar gaat het om. Dat als wij het maar begrijpen, dan is het al helemaal goed. En het is nog maar 19 minuten rijden. Ja, nog maar 19 minuten. Dus... we gaan lekker en het is nog maar 29 kilometer, jongens. Dus waar we naartoe gaan, jullie gaan het zo meteen allemaal zien. Dus wat ik al in de intro zei, heb je er al zin in? Abonneer even en doe het duimpje met omhoog. Zit heerlijk op een bankje hier. Lekker uitzicht op een heel groot grasveld. Maar volgens mij zien jullie daar allemaal vlaggen. Ja, is leuk. En daar hebben we ook allemaal weer van die leuke kermisattracties. Ik zie geen ene pepernoot op mijn schermpje. Dat het zo lekker donker is op mijn schermpje. Maar daar hebben we dus allemaal kermisattractie. Hebben we ook een zweefmolen. En ja, wat zou hier nou weer gaan gebeuren vandaag, vanavond? Ik zal het even inzoomen. Volgens mij kunnen jullie het wel een beetje lezen. Op een afstand, ik weet het niet. Maar... dat dus. En ik ga nog niks verder verklappen. Totdat het hier helemaal van straks helemaal vol staat. Dan gaat het vanzelf allemaal wel een lichtje branden bij jullie. Hoop ik dan toch. Ja, hoop ik. Dus, en als dat zo is, dan... als je het nu al weet, ik zou zeggen, schrijf het even hieronder. Ja. En mama ook nog steeds bij me. Ja, helemaal top. En, ja. We zijn dus nu nog lekker aan het wachten, lekker aan het chillen, rustig aan, chillen man. Ja, dus ja, het is nu op dit moment is het bij net 4:50 geweest. Dus ik zit hier lekker en dat zal ook, ja, tink, 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 goed zo, belletje, goed zo, dankjewel. Dus dat wordt weer tijd om even de vlog af te sluiten, deels, tot nu toe. Ja, blijkbaar, nee hoor. Ik sluit hem nog niet af, jongens, nee. Ik ga nog even lekker door. Ja, tot vanavond ergens. Dus, ik zou zeggen, blijf lekker kijken. En het wordt leuk. Want zometeen is het
heel ver kijken. Want ik zit dus nu ook al een beetje op de wind te letten. En als je dus nu al een beetje weet wat er gaat gebeuren. Als je dus daar heel goed op let. Dan weet je het wel. Dus ja, en als je dus een beetje de wind gaat kijken. En een beetje daar naartoe gaat kijken. Gaat kijken hoe het vaart, zeilt en ga zeg maar door. Dan weet je ook ongeveer welke kant het op gaat straks. Nou, het is nu nog lekker een beetje bewolkt, maar wel lekker. En mama die is nu eventjes ergens anders naartoe, want die heb ik even weggestuurd. Die staat dus nu lekker daar, bij de vis. Ja, gezellig, helemaal leuk. Want ik had gewoon eigenlijk zin in een lekker visie. Lekkere kibbeling hier, lekker voor kabeljauw, lekker man. Dus ja, en ik zit lekker op het bankje, gewoon lekker lang uit, zoals je kan zien. Helemaal goed. En wat we hebben gehoord, 8 uur, dan is het big happening. Ja, big, big, big happening. Want er staat nu nog te veel wind. Ja, jammer. Helaas, pinnekaas. Maakt ook niet uit. Het is droog, het is mooi weer. Dus het gaat sowieso door. En daar gaan we voor, toch? Het komt al wel aardig vol met mensen die komen kijken. Druppelt een beetje lekker vol zo. Muziek op de achtergrond, ook leuk. Mama is ook nog steeds bij me. Hi. Hi. Hallo allemaal. Hi. Wat ben jij leuk? En wat ben jij leuk? En mijn moeder en die vind je ook wel denk ik leuk. Mam, kijk dan. Ik spotte hem gewoon. Kan er ook niks aan doen. Ik vind dit machtig. Doe dit maar even. Voor YouTube. Goed zo. Gewoon een knuffel. Ah. Oh, Gosje, dank je wel. Ik ook knuffel van jou. Kom hier. Kom hier. Hi. Ah. Nee, nee. Ik heb een camera in mijn handen. Is niet handig. Oh. Het is wel lekker en verfrissend, ja. Dat dan weer wel. Ja, even verfrissend. Inderdaad. Ah, leuk. Maar ja. Maar hij weet dus wel en waar die nat moet gaan spotten. Ja. Op en op de goede plaats, ja. Oh, wauw. Dankjewel. Jawel, dames en heren, jongens en meisjes, allemaal hartelijk welkom op deze gelukkig al de tweede, eigenlijk de derde avond van de 36e editie van de Friese Ballonfeesten. De derde avond moeten we zeggen, en we hopen de tweede avond dat er heel veel ballonnen vanavond op zien stijgen. Net als woensdag. Woensdag hadden we natuurlijk de opening. Dat was een geweldige mooie avond. Spectaculaire ballonnen. Mooie, sfeervolle beelden hier op het veld. Niet alleen op het veld, maar natuurlijk ook in de lucht. En gisteren, laten we daar maar heel kort over hebben. Bagger, helaas. Het ging niet door. Het was te slecht weer. Maar voor vanavond belooft het allemaal weer goed te gaan komen. Dames en heren, jongens en meisjes. Dit was de aankondiging voor vanavond. Wij wensen jullie nogmaals namens de stichting van de Friese Ballonfeesten een geweldige mooie avond. Zo dadelijk om 7 uur roepen we de piloot om te gaan naar de briefing. Dan zullen ze de informatie horen van de flight director. En voor het overige belooft het een hele mooie, gave avond te gaan worden. Helemaal gratis toegankelijk. Daarvoor hebben we natuurlijk sponsoren. En wat is dan belangrijk? Wanneer we weten dat iets gratis is, dat we natuurlijk de organisatie, de sponsoren, maar bovenal de bloemvaders een enorm applaus gaan geven. Dames en heren, jongens en meisjes, graag jullie een enorm applaus voor de organisatie en de bloemvaders van de Friese Ballonfeesten.
Attentie voor de piloten die hun passagiers nog niet opgehaald hebben. Het verzoek van de organisatie om nu de passagiers op te halen. Dus de dames en heren piloten, graag jullie passagiers ophalen, zodat we ook zo snel mogelijk kunnen gaan starten. Dus zo snel mogelijk, dames en heren piloten, graag jullie passagiers ophalen, zodat we daarna ook daadwerkelijk kunnen opstijgen met natuurlijk passagiers aan boord in de verschillende hete luchtballonnen. Dus piloten, graag jullie passagiers ophalen, zodat we daarna ook zo snel mogelijk kunnen gaan starten. Ja, wat al even gezegd is, we hebben Belgische ballonvaders, we hebben Duitse ballonvader, we hebben natuurlijk de Nederlanders, we hebben zoveel ballonvaders, we hebben natuurlijk onze Zwitser, de enige echte Zwitser die hier al sinds jaar en dag komt, Thomas Gluckster, zijn naam. En Thomas Gluckster zal vanavond weer op gaan stijgen met een hete luchtballon waar je u tegen zegt. Een suikerpot, een suikerbus, hoe het ook noemen wilt. De luchtballon die als eerste zo dadelijk het luchtruim zal gaan kiezen met haar zonder verhaal. Dat is ter nagedachtenis aan Jan Haven. De grootste, nieuwste ballon was dit van Weile Jan Haven, eigenaar van Dream Flights. Dit was Jan Haven zijn grootste trots. Helaas heeft hij er maar een paar keer mee mogen varen. Hij was er vorig jaar nog wel dan. De afscheidnemer van Jan Haven op Oudejaarsdag. Om Jan zijn droom en passie voor te zetten, hebben zijn broer en schoonzus Klaas en Lina Haven zijn bedrijf overgenomen. Samen met het team Dream Flights hopen zij nog vele mooie vaten te maken en er wat moois van te maken. Dames en heren, vandaar ook dat we onze aandacht even gevestigd hebben. Natuurlijk op deze hete luchtballon. De nagedachtenis aan Jan Haven. EHEJH staat voor Jan en Herman. Jan Haven en Herman Kleinsmit. En de ballonvaren overigens doen alleen maar 's ochtends vroeg, dan wel 's avonds laat, 's ochtends vroeg. De warme druk van de aarde, waar hete luchtballonnen een hekel aan hebben, die hete luchtbellen en hete luchtballonnen kunnen daar niet tegen. Dus vandaar ook 's ochtends vroeg, dan wel 's avonds laat het opstijgen van de hete luchtballonnen. Met uitzondering natuurlijk van, als je in Oostenrijk bent in de wintermaanden, daar zie je ze overdag op voetbal varen. Ja, dan heb je, zoals je kunt bedenken, sneeuw, koude grond. Geen termijn, zie je ook geen zweefvliegtuigen in de wintermaanden, maar dan zie je dan de Nederlandse ballonvaarders heel veel ballonvaren. Maar nu hebben we ze hier bijna allemaal in Nederland, nou ja, zou je bijna zeggen, bijna allemaal vanuit Nederland hebben we ze hier opgesteld. 35 in totaliteit, dat is het maximum aantal wat we mogen laten opstijgen. En dat is een mooi schouwspel hoor, als je al die hete luchtballonnen hier ziet staan. Dan moet je eens nagaan wat we dan vanavond mee gaan maken, dan zie je die hete luchtballonnen in het donker. Hier opgesteld, gaat bijna rechtstandig omhoog, heeft voldoende lift om tussen de hete luchtballonnen door te gaan. René Elkersma, dames en heren, jongens en meisjes, hij, afkomstig uit Hengelo, perfect alweer gehaald in 1995. En als je dan nagaat dat deze man al meer dan 3000 vaaruren mooi tussen. Hij heeft gevaren in ja. India, Canada, Amerika, Chili, Argentinië, knap, Brazilië, Noorwegen, Zweden, Turkije, Thailand en Taiwan. En wat allemaal niet meer. Al die andere special chef heten we gevoel hebben, dacht ik, dames en heren, jongens en meisjes. Het is te mooi om waar te zijn, want Koudenaard, ook hij is zojuist opgestegen. De veelkleurige heten we gevoel, ook hij krijgt natuurlijk van ons een applaus. Koudenaard
afkomstig uit het mooie Destelbergen. Dat ligt onder de rook van Gent in België. En hij is zojuist opgestegen met zijn passagiers. We groeten de Koen. Hij ook nog bekend als de dealer van de welbekende Cameron Roefbonden. Koen eigenlijk ook al over de hele wereld gevaren. Meer dan 3000 vaaruren op zijn naam staan gevaren. Onder andere in Thailand, in de Filipijnen, Maleisië, Israël. Maar eigenlijk ook te veel om te roemen. Zojuist is opgestegen. Zij hebben vet afgehaald in het jaar 2014. Meer dan 200 vaaruren op haar naam staan. En vanavond is opgestegen in de luchtballon van Nolom en Nortum. De luchtballonnen die we hier in ons midden hebben zijn allemaal ja, goed voor de luchtballon. Luchtballonnen moeten net als auto's ieder jaar een APK-keuring doorstaan, zo kunnen we het bijna zeggen. De periodieke keuring, dan wordt er gekeken naar de luchtdoorlaatbaarheid van de stof. En dat zagen we, dan wouden we daar wat over vertellen, maar in de tussentijd ging ook al Jan Fokke het luchtruim kiezen in de hete luchtballon van Jumbo Zijlstra. En vanavond opgestegen in de hete luchtballon van Jacques Maloa, het welbekende kledingmerk. En zie hem eens mooi branden daar hoog in de lucht. Tegen de donkere bewolking achter hem. En dat is natuurlijk prachtig mooi. De veelkleurige hete luchtballon van Jacques Maloa. De boeren die krijgen vanavond dan ook van de ballonvaders een mooi boerenpakket aangeboden. Oh. Moeten ze hun naam, adres, woonplaats invullen. En dan vervolgens maken ze ook nog kans om de boer van de dag te worden. Dan krijgen ze dan weer een mooi procentje. En dat is natuurlijk ook fantastisch. Er gaat niets dan boven Groningen. De oranje gekleurde hete luchtballon nog opstijgen. Kijk eens naar de kikker. Dat niks te veel gezegd, maar naast de kikker hebben we ook nog een mega grote hond, Rocky genaamd. Maar eerst kijken we naar Rob den Boer. Hij is zojuist opgestegen. De handen heeft hij aan de quick release, dat wil zeggen de laatste bevestiging aan de auto. En dan is Rob den Boer afkomstig uit Koningsveen. Hij dacht van, ach, ik laat ze even wat schrikken. Passagiers vinden het natuurlijk helemaal geweldig. Rob Overmiddels is hij niet alleen ballonvader. Hij is dealer van een welbekend automerk. En dat is natuurlijk het oude merk, het welbekende automerk van Toyota. En naast het feit dat hij dealer is van auto's, is hij ook nog de dealer van luchtballonnen. Het welbekende Coolcheck-merk. En vanavond is opgestegen in de grote hete luchtballon. Er gaat niets boven Groningen. Mama is even naar de wc hier bij dit, bij deze fantastische familie. Ze moest heel nodig. Dus ik ben gewoon even grof geweest van, mag ik wat vragen? Mag mijn moeder even naar de bezin? Ja hoor, nou, prima. Helemaal goed. Helemaal top. Dus mama is dus nu even lekker naar de wc. Kan ze even ontluchten. Dat is ook erg handig, ontluchten. En ze zijn nog steeds bezig met opstijgen en alles. Ja. Kijk, tussen de huizen door. Kijk eens aan. Kijk eens mooi. Mooi hoor dit. Gaaf, magnifiek jongens. En daar gaat er weer een. Ja. Dit is magnifiek om dit zo te zien. Geweldig. De ene na de ander. En daar gaat er nog een. Ja. En daar gaan ze allemaal. Oh ja, oh dit, oh. Zul je dat mijn tosje? Ik kan nog niet beginnen, sowieso lopen. Deze water, wat stik idee. Deze water moet. Oh, dit is zo mooi, Magnifica. Wat zeg ik nou eigenlijk? Magnifica, ja. Zit nog steeds in de auto, maar ik ben dan wel weer op locatie. En dat betekent dus gewoon dat ik namelijk de vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke, fantastische vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat even een leuke reactie achter. Want dat zou ik tof vinden. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.